Hey pieps, daar ben ik weer. Elke vrijdag een nieuwe vlog. Dus bij deze weer een nieuwe vlog. Maar kansloos weer, hoor. Kansloos weer. Jongens, weer te weinig gefilmd, weet je. Weer doe ik vermoeiend, ik weet het. Maar ja, excuses, ik weet het. Maar laten we eerlijk zijn, no pressure. Want zoveel volgers heb ik nog niet. Dus weet je, ik heb de tijd, hè. Ik vind het grappig, ik vind het leuk. Dus ja, veel heb ik weer niet gefilmd. Maar ja, what else is new? Maar ja, deze week, wat heb ik deze week gedaan? Weinig, tenminste in de zin weinig, ja, het dagelijkse. En natuurlijk heb ik dat weer niet gefilmd wat ik net zei, maar voor de rest een redelijke week. Maar ik had wel deze week iets te horen gekregen. Best wel crazy eigenlijk en triest, want blijkbaar heeft mijn eerste vlog een reactie uitgelogd. Weet je, niet zo gek. Maar uiteindelijk wordt dat gemeld aan derde. Heel triest. Maar ja, I'm still going. Weet je, dus nobody is stopping me. Want duidelijk kunnen mensen niet tegen de waarheid. De waarheid is hard, het doet pijn, hè? Lekker, hè? Dan weet je ook hoe het voelt. Als men genaaid wordt. Want zo'n gevoel heeft het bij mij. Eigenlijk nog erger. Maar whatever. Next. Dus pieps, check mijn vlog. Het is niet te spannend. Maar ja, waar gaat het uiteindelijk over? Je weet het toch? Kijk zelf. Hallo, daar ben ik. It's Saturday. Saturday. Nou, ik ga vanavond stappen. Met vriendin van mij. We gaan naar Akhenaton today. Dus ik ben benieuwd hoe het gaat worden, jongens. Dus ik hoop dat het een topavond wordt. Sowieso, we zijn met z'n tweeën. Kijk, zo samen maken we het ook gezellig, hè, Merre? Dat is gewoon een feit. Maar ik hoop wel dat dit... Snap je wat ik bedoel? Maar ik hoop wel dat het een beetje druk is daar. Dat is het. Maar ja, we zijn vandaag gewoon... Gewoon relaxe stemming. Ik heb gewoon een spijkerbroek aan. Ja. Ik weet niet of jullie het kunnen zien. Dat is even belangrijk. Maar ja, gewoon spijkerbroek in standaard. Gewoon met mijn fans. Love me some fans. Kunnen mensen het zien? Dus ik ben yellow tonight. Yellow is the color. Sowieso is geel ook gewoon mijn lievelingskleur. Dat is gewoon fijn. Maar ja, dat is met me gedaan. Dus ik hoop dat het gezellig wordt. Dus we zijn nu een beetje aan het voordrinken. Ten eerste maar natuurlijk aan het klaarmaken. En dan gaan we zo loopsoe. Dus doe ik het ding. Ja, daar ben ik weer. Almost ready to go. Ik ben er klaar voor. En we hebben ons spullen klaar. Ik heb al met de duimpje straks vanavond. Daar ben ik heel blij mee. Zal het mannetje ook blij mee zijn. Oh, ik heb er zin in. Bijna klaar. Oh, ik moet nog even een lipgloss of zo. Zal ik een lipgloss of doen? Laat me ook zogenaamd eens een keer anders doen. Een kleur. Hey, heb ik ook een soort van make-up op? Wat is dat? Hey, dat ziet een beetje roodachtig uit. Nee, niet overdrijven. Het is echt mooi, je kan het altijd nog weghalen. Gaat het wel pas voor mij liggen? Kijk naar mijn huidskleur. Vooral met die kleur. Oké, rood pas wel, maar ik bedoel... Het is geen rood, het is bordeaux. Oké, maar je weet toch, ik bedoel voor de lippen. Ja, ik snap hem. Luister, we zijn nog thuis. Ik heb make-up doekjes. Oké, let me check it out. Sorry. Hey, ik ga... Kijk hier. Really? Waarom zo laat? Het geeft al aan hoe het niet mijn ding is. Wow. Weet je? Kijk, jij bent gewoon niet vrouw. Volgens mij heb ik zelfs op mijn typisch, man. Kijk hier. Ah. Oh my god. Hey, die is lelijk, jongens. Hij is echt fucking lelijk, man. Sorry. Oeps, weer mijn taal. Dat is toch lekker. Maar, oké. Okay. Er zit ook een smaakje aan, hè? Ja. Een beetje snoepsmaak. Ja. Wat zie je veranderingen? Wat weet je? Ik zie geen verandering, nee, hoor. Maar dit is maar eigenlijk niet ook nog glansie erover. Ik zie geen verandering. Maar met de glansie erbij? Nee. Ik zie geen verandering. Mijn lippen zijn gewoon nog steeds hetzelfde. Maar dat maakt niet uit. Ik wil gewoon
Oh, naturel? Ja, echt. Je weet toch, ik ben duidelijk boring. Of tenminste, ja. Hè? I don't care. Nee, niet van I don't need it. Het is nooit mijn ding geweest. Dus ja, oké, heel veel dingen zijn dan mijn ding geweest en dat je het misschien nu wel doet. Maar ja, make-up is toch nog steeds. Is er één ding waar ik me toch blijkbaar aan blijf houden? Natuurlijk, ik heb heus wel eens een keer make-up op gehad, weet je. Maar dan is het misschien als je een keer bijvoorbeeld een sporadische fotoshoot hebt gehad of zo. Something. Ken je dat? Maar ja, dat zit eigenlijk. Maar voor de rest, waar gaat het eigenlijk over? Maar oké, ik ging met mijn lip los. Maar in ieder geval, we zijn bijna klaar om weg te gaan. Tenminste, ik was al klaar. Alleen, hè, zij nooit, Madden is nooit klaar. Ik zal, oh my god! Ik zal je haar nog maar niet laten zien, of wel? Fuck het eigenlijk. Kijk hier. Hé, als ik naar mezelf kijk, kijk hier. Zie je dat rode op mijn tv? Kijk, ik kan eruit zien! Even de camera weghalen. Ja, zeg. Nou ja, craziness. Maar oké, okay. Kunnen mensen mijn outfit zien? Dennis, kun je even mijn outfit even laten zien aan de beach? Wacht even, dat jij hem even. Kijk, hou zo vast. Wacht zo naar beneden. Dit is wat ik aan heb. Woehoe, I'm flying. Mijn shorties, sowieso. Ik ben blij met mijn shorties. I'm flying. Woehoe, I'm flying. Nee, nu doe ik belachelijk. Maar oké, okay, Pete, to be continued. Later again. Ja, we zijn weer. Hey, we staan gewoon bij de bus te wachten. Want we gaan gewoon met de bus. Oké, okay, natuurlijk, we gaan niet met de bus naar huis weer, maar nu wel. We gaan niet doen. Nee, we zijn verstandig, want we gaan drinken en dan is het beter om niet met de auto te gaan. Exactly. Weet je, want ik wil gewoon mijn rijbewijs houden. Dus ja, dat is de reden. En ja, het is wel aan doen dat we een taxi nemen voor wat het openbaar. Nee, want het is binnen 10 minuten zijn, want het is nog niet eens. Snap je ook nog? Akkentak, here we come. We zijn belachelijk. Maar ja, komt goed. En to be continued. Later. Hallo mensen, daar ben ik weer. Ik ben nu op de Herengracht. Ik ga nu richting huis. Ik ben net met een onderzoek bezig geweest. Het testen van een website. Tenminste, of het wel gebruiksvriendelijk is. Dus ik ga dus, dat heb ik getest. Nou ja, in principe was hij wel redelijk gebruiksvriendelijk. En ja, was makkelijk geld verdiend eigenlijk, als ik eerlijk mag zijn. Dus, maar ja, I love the city. De Herengracht is mooi, hè? Of niet? Tenminste, dat is een beetje overdreven mooi, maar even chill. En ook weer een andere uitdaging. Ik loop gewoon met mijn camera op straat. En ja, dus dat moet ook steeds meer gewoonte gaan worden. Dat ik gewoon de camera ook gewoon op straat gebruik. Dus niet alleen maar, bijvoorbeeld, je weet toch dat je gaat opletten van is het stil, dus nu kan ik praten of nu durf ik wat te zeggen of nu durf ik mijn camera te gebruiken. Nee, gewoon, het hoort erbij. Weet je, we doen het gewoon. En ja, dus dat is het eigenlijk. Maar die zonval is een beetje lastig. Die zon valt een beetje. Dat mijn scherm een beetje niet goed is. Ik zie het is donkerder volgens mij mijn scherm. Of lijkt het zo? Whatever. Dus ja, ik ga nu richting de tram. En dan ga ik naar huis. Wordt al laat. Boodschapjes doen en koken. Dinner time. Dus later, people. To be continued. Hoor je dat? Selfie. Whatever, craziness people, craziness over here. Dus ja, oké. We staan nu in de Albert Heijn en ik wil zo'n smoothie kopen. Maar er staat er gewoon, heb je van die smoothies met van die mutsjes of die breimutsjes. Dan word je gewoon hebberig. Dat je het opeens moet je het nemen, terwijl ik altijd loop te twijfelen, wat ga ik nemen, wat ga ik doen. Maar nu weet ik het in één keer wel, want ik zie die mutsjes, dus dan word ik weer hebberig voor zo'n mutsje. Dus nu wordt even kijken wat voor muts ga ik nemen. Gaat echt nergens over dit. Maar ja, toch wel leuk, hè? Ah. Oh, ja.
Dat is leuk. Super smoothie, tropical protein, mango, pineapple. Oh ja, die is wel. Oh, die lijkt me wel lekker. Maar ja, wil ik wel zo'n muts hebben. Dilemma, dilemma, jongens, dilemma. Belachelijk. Gewoon hebberig voor een mutsje. Waar gaat het over? En uiteindelijk ga je daarna nooit meer gebruiken of zo, weet je. Maar gewoon alleen de hebberigheid. Greed. Ah, jongens. Maar ik ga voor die tropical en protein. Mango's, pineapples, limes, coconut milk en soja protein. Healthy, I hope. Dus ja, belangrijk. Smoothie. Een smoothie. Oké. We gaan wel weer verder winkelen. Ik heb er nog meer. Ik moet eigenlijk alleen kijken voor de what to eat. Ik heb kip eruit gehaald. Nou ja, wat ga ik doen? Ga ik gewoon kip, ga ik bruine bonen uitmaken? Of ga ik gewoon kip met aardappelen en groenten? Of een soepie? Lastig. Niet zo lastig. Ja, toch wel. Weet je, elke dag denken, wat ga je eten, weet je? Het is soms echt zo moe van, weet je, dat je gewoon een private kok moet hebben of zo, die je voor je gaat bepalen van wat gaan we eten vandaag. Weet je, op een gegeven moment weet je het meer hoor, altijd hetzelfde bijna. Nou, ik ga weer verder met winkelen. En dan doe ik een ding. Later. Later piept, ik doe belachelijk, ik weet het. Hallo dan, daar ben ik. Ik ben nu in Oude Kerk aan de Amstel, tenminste ja. Daar woon ik eigenlijk officieel. Maar wat mij eigenlijk vandaag weer opviel, waar gaat het eigenlijk over? Het is toch wel een mooie, ja, een mooi dorpje, hoe noem je dat? Dorpje, stad? Ja toch? Maar wel apart, je weet toch, soms heb je toch het gevoel, je bent in eigen land, maar toch denk je dat je in het buitenland bent of zo. Misschien een heel gek gevoel, maar sommige plekken in Nederland zijn toch wel mooi, hoor. Niet alsof ze alleen maar lelijke plekken hebben of zo. Maar je weet toch, soms krijg je van die momenten dat je denkt, ja, dat wil ik wel even filmen. En, wat ook nog een dingetje is, we zijn hier ook getrouwd, hè? My dear, hè? Dat dan. Unbelievable. Bring back memories. Binnen kwartier. charming. Alsof je zo lang over moet doen als je gaat trouwen. Dat. Het zit hem in het feest, hè? Het feest wat we nog nooit hebben gegeven. Maar ja, bij ons ging het ook echt om het trouwen. En niet om het feest. Het feest komt misschien ooit nog wel, toch? 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 Ja, maar het is wel weer jammer, want het mannetje moet weer alles gaan vernieuwen. Paspoort, rijbewijs. En weer wordt het bevestigd. Geen Amsterdam in je paspoort. Geen Amsterdam. Het is weer een feit. Hè? Dat bedoel ik. Kijk, ik heb het al geaccepteerd. Maar de echte Amsterdammer weer. Eigenlijk niet, maar ja, per gast. Nou, kijk hier. Kijk eens, hier zijn de getrouwd mensen. Over hier. Hier gaan we zo ook naar binnen. Hier ben ik een eerlijke vrouw geworden, zeggen ze toch altijd. You make me an honest woman. Hè? Huh? Of niet dan? Mm-hmm. Love you too, dear. Hm? Charming, hè? Huh? Waar gaat het over, mensen? Maar ja, whatever. Heb ik het wel goed gefilmd eigenlijk, maar ja, ik liep gewoon meer, hè. Maar nogmaals, het ging eigenlijk om dat ik wilde filmen dat ik het toch wel een mooi dorpje vond. En uiteindelijk heb ik wel wat laten zien, mensen. Nou ja, whatever. Voor de mensen die het hier kennen, weten het. Maar ja, was weer zo'n momentje van, waar gaat het over? Het gaat helemaal nergens over. Hè? Maar ja, hebben we weer wat gefilmd, hè.
Dus we gaan nu naar binnen. En maybe later. Hi, einde vlog. You know the drill, peeps. Subscribe, like, share. Je weet het, hè? En fijn weekend. Laters.